What the fuck did I just do? No! Terug, 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 terug. Dagelijks AD. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe FIFA... Sims-aflevering hier op Dagelijks AD. Excuses voor een foutje, maar dat kan gebeuren, hè. Dat kan gebeuren. Ik ben ook maar mens. You don't say shit face. In ieder geval, wij zijn weer teruggekeerd. Om natuurlijk promotie te halen met onze werkende jongens. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dus ook om een heel, heel, heel mooi huisje te gaan bouwen. Wij hebben Milan, die hier bezig is. Met een meubeltje. Ik weet niet wat voor meubeltje. Een eettafel. Die zullen we vervolgens verkopen. Frans, die is aan het dansen. Matty gaat gezellig mee. Oh, hemeltje. Matty, jij moet naar de wc. En vervolgens moet jij even. Heel gauw gaan trainen. Want als jij promotie wil halen, dan moet jij even je dagelijkse training dingetje doen. Oeh, het voltooide houtsnijwerk, huishoudinventaris, geld: 1300. Oh my god. Maar al te graag. Dit is zulke dikke business. Milan, dankjewel. Als beloning mag jij gaan slapen. Als beloning voor Jos mag hij naar de wc toe. Hoe zit het trouwens? Oké, okay, zijn programmeren is voltooid. Hij heeft één dag hard te werken. Oh wacht, hij moet pas over twee dagen pas werken. Dat is waar ook. Hoe staat het met jou, Joost? Het enige wat jij nodig hebt is een wc. Oh, en mijn computergame is alweer bijna af. Bijna, bijna, bijna. Spoel door en weet dat het goed komt. Yes! Oké, okay, computer game voltooid. Voer de naam in voor deze computer game. Dat was hem. Snorrenglas. Woehoe! Laat de royalties maar binnenstromen. Oké, okay, hoe staat het met de rest van de jongens? Alhoewel, ik ga gewoon weer terug naar Mattie, verdomme. Oké, okay, zijn trainer die gaat nog wel even verder. Daarna moet hij eventjes aan zijn charisma werken, maar hij moet over 15 uur werken. Ik weet niet of jij dan genoeg tijd hebt. Weet je wat, Frans? Ga jij dan anders maar eventjes huishoudelijke taakjes gaan doen? Of je gaat gewoon eerst naar boven lopen? Frans, negeer mijn opdracht nou niet. Oh nee, je beseft op de trap. Oh nee, ik wil toch weer naar beneden toe. Dat heb ik ook zo vaak in het dagelijks leven. Loop ik een trap op, vervolgens ga ik weer naar beneden toe. Oeh, post halen? Wat, wat, wat had ik gedaan? Wat, had ik iets opgestuurd? Of krijg ik gewoon iets in de post van, yo, alsjeblieft? Zal het fanmail zijn? Fanmail in The Sims? Oh my god! Oké, okay, doe maar weer even normaal, dan doe je al gek genoeg. Matthew, sta je ervoor? 50%, loop maar even 75%, oké, okay, dat ging snel. En je trainen is voltooid. Oké, okay, heeft alles uit de briefbus gehaald. Ja, maar wat zat erin dan? What the fuck is dit? Gedenk My Sims. Dit mysterieuze plakkaat lijkt niet per normale post verzonden te zijn. En het is niet precies duidelijk waar het vandaan komt. Ik weet het denk ik wel. Maar het is wel overduidelijk dat iemand ergens blij is dat jij deze simfiguurtjes uit vervlogen tijden en een ander universum bijeen hebt gebracht. Nou, dankjewel, makers van de Sims. Ik tief hem hier gewoon op de muur. Mooi. Heel mooi. Zo mooi heb ik hem nog nooit gezien. Kunnen we nu in ieder geval weer verder gaan? Frans, moest jij niet nog een vuilnisbak legen? Oh nee, die is al leeg. Frans, jij moest naar bed. Dat was hem. Oh, en Matty wil ook zo graag naar bed. Maar hij moet aan zijn charisma werken. <tie> oh my god. Daar da, da. hangt hier geen spiegel. Holy shit, dit is best wel vet. Als het zo doorloopt. I take it. Voor 100 dollars. I do not care. Ga dan maar heel even snel je toespraak oefenen, want dan gaat je charisma omhoog. Ik zit een beetje, wat zal ik Joost nou weer laten doen? Ik kan hem gewoon laten sporten of zoiets. En dan wordt hij uiteindelijk wel beter. Of ik er, hij wilt 100 euro verdienen met een game toernooi. Oh, we kunnen het altijd proberen. Niet dat, uh, niet dat hij een goede gamer is of zo. Probeer het maar. Doe je best. Come on, werk dit. Klote balkje omhoog. Ja. Gaat goed, gaat goed, gaat goed. Oké, okay, nu ben je te moe. Ga nu maar slapen. Want je moet echt over 11 uur al. En gezien hoe lang het altijd duurt voordat mensen überhaupt klaar zijn met hun shit, is het verstandig om nu gewoon naar bed te gaan. Joost, ga je winnen? Heb je gewonnen? Derde prijs is nog niet zo slecht. Maar er kan heel wat verbeterd worden. En je had 45 gewonnen. Dat is niet voldoende. Naar de lucht kijken met een telescoop. Ik heb geen telescoop. Hoe duur is een telescoop? We hebben hier een observatorium voor de achtertuin. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Kan ik niet hier op het dak? Even de wc aan de kant zetten hoor. Het kan wel. Ik kan hem gewoon hier op het dak pleuren. Alleen dan moet ik ook weer een trap neerzetten. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, dat werkt. We hebben hier een trap, fucking vlak naast de fucking afgrond, dus waag het niet om naar beneden te tiefen. Zo mooi vind ik hem eigenlijk niet daar. Plaats hem hier wel gewoon. Prima, Jima. Telescoop, bibimen. We hier neer. Godschans, veel geld. Okay, wat wilde je ook weer? Are you kidding me? <laughs> Buurt bespioneren met zo'n tiefes groot ding op je dak. Ja, dan kan je alles wel even goed bespioneren, hoor. Oh, hij gaat uit zichzelf al. Naar de lucht kijken. Cool. Floop. Wow. Maar wa, wat verhoogt dit? Inzicht of zo? Ja, inzicht. Dat is zo cool. Oké, okay, maar je zit nu naar de lucht te kijken. Ga eens gewoon een satelliet volgen. Volgens mij is dat zelfs nog beter voor, zeg maar, je, je loopbaan. Oh my god. Jos, jij bent wakker. Ik had dat helemaal niet door. En we hebben eigenlijk heel... Oh my god. Milan is ook wakker. Maar we hebben niet meer zoveel eten in huis, toch? Wat? Als je geïnspireerd bent kun je beter koken. Oké, okay, uh, maak maar wat pannenkoeken Milan. Ik ben heel benieuwd. Je bent nu een satelliet aan het volgen en je bent als een wilde aan het rond aan het draaien. Ik weet niet wat die satelliet dan aan het doen is, maar volgens mij is dat niet echt wat de NASA goedkeurt. Oh my god, iedereen is wakker. Milan, ik hoop dat je opschiet met je eten. Want iedereen komt eraan. Anders laat ik Melvin ook gewoon uh, zelf wat maken. Wat heb ik? Hier brandt het en je gaat hem daar maken. Oh, cool. Nou, Melvin, maak jij dan ook maar te eten. Dan moet even Jos met zijn mik aan de kant gaan. Hup. En dan hebben we twee chefjes in de keuken. Frans staat te dansen zoals gewoonlijk. Milan, is het eten klaar of... Ja, 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 ja. ja mooi. Oh, nee. Melvin, je hebt hem stuk gemaakt. Oh, mijn god. Nou, Milan, je weet wat je te doen staat als je klaar bent. Dat noemen we repareren. Oké, okay, Mattie, jij moet over vijf uur werken. Oh, en je hebt al best wel wat slaap. Oké, okay, ik laat je nog heel even liggen. Maar ik mag je gewoon niet vergeten. Ja, fuck dit ding. Dit ding is toch een slecht fornuisje. We kopen wel een betere. Oké, okay, die dingen zijn pleurisduur, dat was ik vergeten. Ik heb eigenlijk wel zin in de, in de oude kraai. Ik vind hem wel vet uitzien, namelijk. Heb je, heb je niet al genoeg gespeeld, uh, Joost? Want ik vind van wel. Oh my god, royalties. Melvin met ze in totaal. 21 dollar. Melvin moet echt even gewoon wat fucking anders gaan verzinnen, denk ik. Of hij moet gewoon beter worden. Hij moet gewoon echt een fucking kwaliteitsboek moet eruit komen. Oké, okay, Matty, ik vind het eigenlijk nu wel genoeg. Nu moet je even naar beneden. Snel wat smikkelen. Je moet over 4 uur al. Dan gaan we daarna even aan je hygiëne werken. Als we uiteindelijk dat hebben gedaan, dan moet je even je charisma weer bijwerken. En dan zou het als het goed is goed moeten zijn. Ik denk dat het schema het wel goed opvult. Oké, okay, Milan, jij bent in uitstekende status. Aan jou is het weer de taak om een badkuip te uh, eten. Af, ba, ba, de badkuip. Matti, ben je al fucking klaar met eten inmiddels? Jesus man. Dan zorg ik wel dat je stopt met eten. Duurt zo godsgans lang. En je moet al over twee uur. Kom op man, de wij, de wij, de wei. Ja, die balk die ga ik echt niet volledig krijgen hoor. Houtsnijwerk is voltooid. En 812. Jezus man, we hebben het wel eens voor meer verkocht. Milan, probeer die andere anders maar eventjes. De eettafel en de dingen stuk. Melvin, Melvin, even naar beneden komen om dat ding te repareren. Holy shit, Frans, Ja, gaat flink te keer man. Oké, okay, gaan we het anders, anders. Nee, ik denk niet dat. Nee, dat gaat niet lukken. Zo dichtbij. Ik, ik moet gewoon echt nog. fucking. Misschien 15, 20 procent van de balk. Nou ja, Matty, ga maar gewoon naar je werk toe. Want sowieso, je moet je prestaties ook nog verhogen. What the fuck? Nee! 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 Oh my god, Matty, de schande is groot. Matty is een lelijke mascotte. Hij is een paarse eenhoorn. Een duivelse paarse eenhoorn. What the fuck man. Wow. Fucking 1600 voor een eettafel. Jesus man. Dat is echt briljant. Eh? Ik hoor dit ding weer heen en weer gaan. Wie zit erin? Oh Jos. Oké, okay, wel, dat wel. joh, joh, joh. Oké, okay, Melvin, misschien is het aan jou de taak om dus eventjes verder aan je schrijven te gaan werken. Oh ja, 49 graden geel. Dat was dus het briljante boek wat we dus zouden inderdaad afmaken. En dus gewoon flink wat in het geld gaan zwemmen gewoon. Frans, ik vind het wel uh, een leuk idee om uh, jou even te introduceren aan Britt Bakker. De vissende vrouw in een jurk. Ook gewoon, hij, hij wordt ook gelijk flirterig. Wat de fuck? Oh, wow, what the fuck, Frans. Flirterig kennismaking. Nu gaan we het krijgen. Oké, okay, blijkbaar niet. Sexy pose. Gooi hem er één keer in, Frans. Oh, telefoon. Hallo, Madon. Nee. Ja, nu hebben we de fucking flirterige pose van Frans gemist. Ja, niet de moeite waard. Oké, okay, Frans, gelijk. Eerste kus. Gooi hem erin. Yo, ik hoor geluidjes. Gebeurt het? No way. Ik hoor geluidjes, maar de fucking... Nu, nu dan? Wat de... LOL, <laughs> what the fuck? Ze kennen elkaar nog maar net. Er is geen alcohol in het spel. Beide personen zijn broodnuchter, geen drugs, whatever. En gewoon alsnog, hè. What the fuck? Kindje proberen te maken, jou ja, hoor. Doen, Frans. Gewoon, Jij moet echt, net zoals. Ik, ik wilde zeggen Attila de hun, maar ik denk dat ik het. Genghis Khan, dat moet jij worden. Oké, okay, dat grapje niet. Gewoon zoek maar even op naar de geschiedenis van Genghis Khan. Gaat ze akkoord? Zij is gek in haar hoofd. <laughs> well, Alhoewel, dan moeten we hem even meenemen naar een bed. Oké, okay. uh, hier hebben we dat bed. Zitten. Nee, wat gaat ze doen? Vaste verkering vragen. Kom terug. Kom terug. Oh my, oh my god. Oh my god, wat gebeurt er? Oh my god. Oh my god. Uh, <coughs> ah, ze zegt uh, nog oké okay ook. Jezus. Frans. What <laughs> have you done? uitnodigen om te blijven slapen. Logeer het partij, dat klinkt goed. Oké, okay, Frans, ga nu maar naar huis. Zodra ze meegaat, gewoon... Pff, Genghis Khan praktijken. Ja, ik heb al van die andere jongens, ik heb het geen eens meer bijgehouden wat ze allemaal aan het doen waren. Het, dat was ook gewoon totaal niet interessant in vergelijking met wat Frans aan het beleven was, hè. Ik bedoel, Frans zet gewoon eventjes prioriteit op dat moment. Frans, je bent thuis. Waar is zij? Waar is ze? Ze is er niet. God. Oké, okay, telefoontje plegen. Waar is je vriendin, Frans? Ik ben de naam eigenlijk al vergeten. Yo, dit staat er gewoon niet tussen. Wat is dit voor bullshit? Wat een prestatie. Melvin heeft een boek. Oké. Okay. Oh, daar is ze. Daar is ze. Oké, okay, Frans. Komt helemaal goed. Neem er mee naar dat bedje. K kindje proberen te maken met Brit Bakker. Brit Bakker. Kinderen maken. We bakken een kindje. <laughs> Oké, okay, dat grapje is heel leuk in mijn hoofd, maar ik kan het. <laughs> die bakt er niks van. <laughs> God, die was zo slecht. Ja, hoor. Het gaat gewoon gebeuren. Frans, de Genghis Khan van deze familie. Oké, okay, ik wil eigenlijk iets proberen. En dat is eigenlijk gewoon. Melvin, die heeft nu een boek. Genaamd 49 Graden Geel. Alleen moet ik die gewoon vanuit mijn brievenbus gaan lanceren. Of. Oh, wacht! Een uitgever verkopen. Ja. Ja. Dan hoeven we helemaal niet de deur uit. Want ik zat er al aan te denken van. Yo, dan ga ik naar een, uh, een bibliotheek toe of zo. En dan komt het uiteindelijk wel helemaal goed. Oh ja, een observatorium. Ja, 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 ja. <laughs> Staat ze ervoor open of niet? Come on. Gewoon, dat is dé plek. Dat is gewoon Joost zijn fucking werkplek. En dan dat. Oh, Mattie die heeft geld verdiend. Hoi Mattie, leuk dat je er ook weer bij bent. No way. Waarom kan dat fucking hier in? Are you kidding me? Wat een smeerpijpenpraktijk. Je kijkt dat ding heen en weer vliegen dan. Nou. Nah. Frans. Frans. Frans, Frans, Frans. Schaam je. Smeerlap. <laughs> Die geluiden zijn nog het ergst. Ja, zij zijn er van ondersteboven. Wat kan je nog meer doen, zeg maar? Liefde, aanzoek. Nou, dat is een beetje te vroeg, vind je niet? Oh ja, een observatorium. Wat? Gaan ze nou alweer? Yo, ik heb je geen eens te... Fuck jullie. Oh my god, Matty is zo'n harde, verdomde werker. Charisma is in ieder geval nu omhoog. Hij gaat nu weer trainen. Gelukkig gaat dan tegelijkertijd ook zijn plezier omhoog, omdat het een actieve jonge man is. Oké, okay, Frans, ben je nu gewoon even klaar met dat... Uh, hier. Dit ding heeft nog steeds de hartjes. Ongelooflijk dat het daar gewoon in kan, joh. De fuck heb jij nou weer, Milan? Waarom ben jij opeens zo flirterig uit het niks? Doe is normaal, man. Matti kan nu de epische training op fitnessapparaat uitvoeren. Episch? Wat is er zo episch aan een training? Hoi, Brit, leuk dat je ook. Oh, okay, doei, Brit. Oké, okay, doen we een epische training. Uh, Matti, ik ben heel benieuwd. Hoe ziet de epische training eruit? Yeah. Dit is de epische training. Oké, okay. ik snap niet zozeer wat er zo episch aan is, maar vooruit. Mino wil één keer een zwembad kopen. Oké, okay, zullen we hier dan gewoon even een zwembad neerkwakken? Dus even kijken of we iets leuks kunnen maken. Ja, dan doen we hem hier. Of, eh. Uh... Kijk, er rest geen ruimte. Dus moeten we moeten hem hier wel doen. Of binnen. Kan het binnen? Oh my god. Op het dak. Op het dak. Op het dak. Ja. Oh my god, dat kan. Dat is zo vet. Moet je kijken. Oké, okay, oké. Okay. Accessoires. Eh, eh, eh. Ja, die. Waarom? Ja, oké. Vanaf hier. We hebben gewoon een zwembad. Oh. What the fuck did I just do? No. Terug, 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 terug. Woeps, even vergeten. Ik plaats hem wel op de fucking grond. Huh? 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 Foutje, bedankt. Oké, hey, we doen nu hier gewoon. Van een klein zwembadje. Prima, Jima, alles is in orde. Hup, baantjes trekken in een, in een klein gedeelte. Zo, laat de baantjes maar komen, hoor. Ja, Baantjes. Baantjes. Wat een mooi baantje. Oké, okay, ik zit eraan te denken om buiten ook gewoon nog een beetje wat meer aan te kleden. Ik bedoel, we kunnen echt gewoon een, 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 een barbecue hier neerzetten. Een standbeeld. Waar, waarom zou je dat überhaupt willen? Een, een leuke tuinmeubeltjes. Een mooi tafeltje. Ja, prachtig. En dat kan ik dan bij het zwembad doen. Dan doe ik deze bewerkingsbanktroep hier wel. En dan plaats ik hier zo in dit hoekje plaats ik wel... Gewoon hier een barbecueetje. Even lekker barbecuenoeien. Zo, so, zo, so, ja, 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 zo so is het mooi. Nice. We hebben we ook gewoon een buiten zitgedeelte en uh, barbecue en... Ja. Yeah. Of we het ooit zullen gebruiken? Nee. Nou, Joost, jij moet over 11 uur werken. Maar je bent al wakker. Dus dat is mooi, want dan kan je even aan je statistiekjes werken. Maar dan gaan we door doen in de volgende aflevering. Voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims aflevering. Elke dinsdag en zaterdag om 7 uur s avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus graag tot de volgende keer. Doei! doei. Yeah. Yeah. Looking out for the rollers, sipping whiskey. From the solo, keep me sober. Always had a chip, guess it's more so a her. I'm always too one, y'all never see me sober. Yeah, from the bay to the universe.